als ik meneer Van Bezien hoor, vraag ik mij toch af of dat hij beseft dat hij en zijn partij deel uitmaakt van deze regering. Maar dat gezegd zijnde, meneer de minister, een West-Vlaamse ondernemer zei mij ooit, Wouter, kleine procentjes maken grote ventjes. En hij heeft gelijk. Zelfs de kleinste renteverschillen laten de banken in dit land bakken geld verdienen. Maar die renteverschillen in dit land zijn helemaal niet klein. Ze zijn zelfs erg groot. De banken in dit land houden de rente op spaarboekjes bewust lager dan 1%. Veel lager dan banken in het buitenland. Veel lager dan de rente die ze zelf ontvangen bij de centrale bank, meer dan 3%. En veel lager dan de rente op woonleningen van 4-5%. De banken in dit geld verdienen door de lage rentes dus bakken geld. En de spaarders in dit land verliezen door diezelfde lage rente evenveel bakken geld. Door het aanmodderen van uw regering maakt u de banken dus groot en houdt u de spaarders bewust klein. En wat heeft u tot nu toe gedaan, meneer de minister? U heeft de bankensector eerder al een brief geschreven, zonder enig resultaat. Het onderwerp stond ook geagendeerd op het kernkabinet van vorige week. Daar heeft de federale regering beslist om voorafgaand aan een verdere beslissing eerst nog even een advies te vragen aan de Nationale Bank. U blijft het blikje dus voor u uitschoppen. En als u twijfelt aan de stabiliteit van de Belgische banken, stel ik u voor om gewoon even naar de andere Europese banken te kijken. Deze geven veel hogere rentes zonder dat hun stabiliteit in gevaar is. Trouwens, de grootste bank van dit land, BNP Paribas Fortis, ooit gered door de Belgische en vooral Vlaamse belastingbetaler, heeft vorig jaar een recordwinst van maar liefst 3,2 miljard euro geboekt. KBC een netto-winst van 2,9 miljard euro. De grootbanken verdienen dus vele miljarden en delen daarvan niets met hun eigen klanten. Mijn enige vraag is dan ook, wanneer gaat u er nu eindelijk voor zorgen dat de kleine spaarders in dit land krijgen waar ze recht op hebben, namelijk een deftige rente? Ik weet niet of u eind vorige week ook die ploffen hebt gehoord. Het waren de champagnekurken op de hoofdkwartieren van de banken na het kernkabinet van uw regering. Want wat doet u tegen de lage rentes? Dat is brieven schrijven naar de bankenfederaties en studies bestellen bij de Nationale Bank. Tijd rekken dus. Er staat meer dan 300 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. Iedere week en maand dat er tijd wordt verloren, betekent vele miljoenen en miljarden die binnenkomen bij de banken. De champagne loopt stilaan door de ramen en deuren bij de grootbanken in dit land. Het is hoog tijd, meneer de minister, dat u neerdaalt uit uw ivoren financietoren en eindelijk de belangen van de kleine spaarders in dit land gaat verdedigen. Daarom steek uw voet tussen de deur bij de banken. Zet keiharde druk en verhoog nu eindelijk de minimumrente.